doen hier aan eye-tracking onderzoek en dat wil zeggen dat we meten waar mensen naar kijken. We zetten mensen de speciale brillen op en die kunnen heel precies meten waar mensen naar kijken. We hebben geen slechte bedoelingen, dus we zijn niet geïnteresseerd in decolletés of borsten of billen, weet ik veel. We zijn geïnteresseerd in nooduitgangen. We zijn hier aan het meten hoe snel mensen de nooduitgang vinden. En we testen eigenlijk twee soorten van bordjes voor die nooduitgang en zo kunnen we zien welke van die twee het beste werkt. Is er al dingen opgevallen zoals u al tussendoor hebben gekeken aan de beelden? Het valt op dat mensen in het begin nog een beetje schuchter zijn en inderdaad dus proberen niet te veel naar andere mensen te kijken. Maar als ze die bril 5 minuten dragen, zijn ze vergeten dat ze die dragen en doen ze dat dus wel. Dat is voor ons niet interessant op zich, maar het is wel leuk om dat te zien. En het toont aan dat mensen vergeten dat ze die bril dragen, dus dat we wel een beetje natuurlijk gedrag aan het opnemen zijn. Een tweede onderzoekje dat we ook nog doen is, we laten mensen met de auto naar Pukkelpop komen. Ook met zo'n bril op. En dan meten we waar ze precies naar kijken als ze naar hier rijden. Vinden ze de juiste parking en gebruiken ze daarvoor de signalisatie die er onderweg staat? Wanneer kijken ze naar hun smartphone of wanneer kijken ze naar hun GPS en zo verder. Dus de manier waarop mensen de route vinden om naar Pukkelpop te kijken, dat meten we ook.